verhelderd, maar de overheid heeft afgedaan. Genadebrood, dat is de titel van het nieuwe boek van voormalig SP-raadslid en wethouder Peter Verschuren. Verschuren is tegenwoordig wethouder in Hoge Zand. En hij heeft zich zijn hele leven lang bezig gehouden met armoedebestrijding. Hij was vrijwilliger bij de voedselbank en sprak met talloze mensen uit de wereld van de armoedebestrijding. Het is een onderzoek naar armoede en de plek van voedselbanken in de samenleving. De presentatie vond, toepasselijk, plaats in de voedselbank. De conclusie is dat voedselbanken niet meer weg te denken zijn, dat ze ook erg goed werk doen. Maar de conclusie is ook dat de overheid het echt wel behoorlijk laat afweten daar, en steeds meer. Dus dat steeds meer voedselbanken gewoon haast noodzakelijk worden om van te kunnen leven. En niet meer voor een kleine groep mensen die toevallig met enorme schulden zit, maar steeds meer echt een noodzaak voor hele grote groepen mensen. En dat is wat treurigstemmend, vind ik. Het regeringsbeleid lijkt steeds meer op werkloosheid is verwijtbaar en armoede is een keus. Nou, als je met mensen praat die in die situatie zitten, dan zal er meestal wel een moment geweest zijn waar je kunt zeggen, joh, had toen een andere keuze gemaakt. Maar als je die lotgevallen hoort, ook hoe weinig mogelijkheden ze ooit gekregen hebben en hoe moeilijk het is om je staande te houden in deze samenleving. Als je bijvoorbeeld wat minder verstandelijke vermogens hebt of wat pech gehad hebt, ja, het staat echt nergens op om te zeggen dat het eigen schuld is. Uit het boek blijkt dat de overheid zich steeds meer terugtrekt. Je ziet ook dat de hulp van de kerken weer enorm toeneemt. Dat allerlei particuliere fondsen die bijna dood waren weer helemaal opbloeien. Ja, het is echt, de overheid trekt zich steeds verder terug. En dan zie je gelukkig, denk ik, dat het particulier initiatief het overneemt. Maar het zou niet moeten mogen. Het aantal cliënten van de voedselbank stijgt met ongeveer 20 tot 30 per week. Ja, armoede is geld. En geld is inkomen en als je dat niet hebt, dan kom je hier terecht. En een tweede oorzaak is natuurlijk de studenten. De studenten die zitten nu met dat leenstelsel. Maar ook daarvoor al moesten ze, om hun hoofd boven water te houden, allemaal een bijbaantje hebben. Nou, vroeger vond je dat in de stad, in de horeca vooral. Maar er studeren nu 30.000 aan de rug en 30.000 aan de handhogeschool. Dat zijn 60.000 studenten. Die kunnen natuurlijk niet allemaal kwijt in de horeca. Dus die zoeken ook banen bij reguliere arbeid. Veel cliënten van de voedselbank hebben schulden. Ulvert Molenhuis zou graag zien dat de kredietwetgeving verandert. Mensen die hier komen, die in armoede leven, die hebben vaak schulden. En die schulden kun je voor een groot deel voorkomen doordat je pas iets krijgt als je het hebt betaald. Dat kan in Nederland, dat is in Nederland anders. Dat is gewoon slecht geregeld hier. En daardoor komen mensen in problemen en blijven ze ook in problemen zitten. Het eerste exemplaar van Genadebrood was voor Sjaak en Clara Sies, de oprichters van de eerste voedselbank in 2002 in Rotterdam.